Hoe lang is dat geleden, zeg? 2,5 maand, hè. 2,5 maand. Dat ja, de gezondheid mij eventjes achterwege liet. Maar ja. Goed, we zijn blij dat we hier nog zitten. We hebben het een en ander gezien op intensieve. En ja, dat is natuurlijk wel... Confronterend. Confronterend, ja. Confronterend. Maar kijk, we zijn blij dat we terug de draad kunnen opnemen. Hè. Het zal wel zijn, je bent terug. En we zien alles door een roze bril. Over brillen gesproken, het is een nieuwe zeker, hè? Maar geen roze. Ja, geen roze, maar... Je dacht van, de klare kijk op de zaak maakt het altijd iets makkelijker. Het wordt een aflevering met bruggetjes maken, ik hoor het al. Bommen in Brussel, de titel zegt het allemaal een beetje. 5 jaar na de aanslagen in Zaventemmen in Brussel. Hè? Ja, de bedoeling was van het boek een maand terug te bespreken. Maar door die omstandigheden is het er niet van gekomen. Maar ik heb het toch gehouden, omdat het mij bijzonder heeft getroffen. Het is een boek dat inderdaad de raaklijn in heeft met... die bewuste dag, die zwaarste dag in de geschiedenis van België. En de twee auteurs, Joanie de Rijke en Tine Gregoor, hebben er iets mee te maken. Enerzijds, Tine Gregoor is een arbeidsarts bij IDW en was werkzaam in 2016 in het UZ in Leuven. Moest die dag toevallig niet gaan werken, moest met haar baby naar de dokter wegens te veel koorts. Ja. En ze hoorde op het nieuws dat de wegen naar Zaventem waren afgezet, zodanig dat haar man ergens anders naartoe moest rijden. En ze zegt van kom, we gaan dan langs Brussel Centrum rijden, langs de Europa Tour. En ze hoorde dan het nieuws plots iets van Maalbeek. Ze heeft dan haar man gevraagd van haar daar onmiddellijk af te zetten. En ze is daar beginnen helpen. Ja. Ongelooflijk maar waar. Ze heeft de ganse dag niets anders gedaan dan slachtoffers geholpen. Doden gezien. Alles wat je maar moet meemaken, heeft ze meegemaakt. 35 doden waren, dacht ik. 35 doden, waarvan 32 onschuldige mensen, 3 daders. Hè. Ja, op een bepaald moment werd zij geïnterviewd door Joanie de Rijke. Die dan een jaaroverzicht maakte voor het maandblad of het weekblad KNAK. En zo zijn ze naar elkaar toegegroeid tot zover in november 2020... dat Tine aan Joanie vroeg, zouden we geen boek samen schrijven over... ja, een beetje toch dat intense beleven. Hè. Ja. Joanie had een maand daarvoor haar fotograaf verloren tijdens een reportage in Libië met 1 schot. Beiden hadden dus iets gemeen en uiteindelijk is dit een resultaat geworden. Een ode eigenlijk aan alle slachtoffers. Niet alleen de mensen die het niet overleefd hebben, maar niet te vergeten de familieleden, de mensen die erbij waren, hulpverleners. Allemaal mensen die een angststoornis hebben kunnen opwekken. Hè. Het is een beetje ons 9-11, zeg maar, hè? Ja, zeker en vast. En dat is ook een beetje de intensiteit van het boek. Dat men niet alleen met een aantal slachtoffers heeft gepraat. Zeer emotionele gesprekken trouwens. Hè, want ze wisten ook niet onmiddellijk van hoe ga je nu vragen stellen aan iemand die bijvoorbeeld de 2 onderbenen is kwijtgeraakt. Maar aan de andere kant voelen ze ook wel dat mensen heel blij waren dat ze hun verhaal konden vertellen. Ja, dat ze iets kwijt konden. Bijvoorbeeld, Beatrice de Lavalette was een meisje van 17, stond klaar in Zaventem om naar haar broers in Florida te vertrekken. Dan was er die bomaanslag. Mm-hmm. Ja, in de vaststelling dat in het ziekenhuis men zei, je hebt je beide onderbenen kwijt. Mm-hmm. Ja, ze was een sportster, ze deed aan paardrijden. Maar door de levenskracht, door de therapie en door een verhuis naar Florida, want ze wilde hier niet meer wonen, gaan we haar binnenkort terugzien, Mathieu, 2021 op de Paralympics. Kijk. Ongelooflijk, hè, hoe mensen toch maar die kracht vinden. Ja, inderdaad. Onder andere die Indische stewardess, waarvan we allemaal nog die foto herkennen. Klopt. Op een bankje. Zij geeft ook een aantal zaken weer van de woede mag je je leven niet laten overheersen. Dus er zitten heel wat boodschappen in, maar ook van mensen die ter plaatse waren om hulp te verlenen. Ja. Mensen, hulpverleners die daarna de lijken moesten identificeren. Mensen die ook getroffen worden op een of andere manier. Maar ook een gesprek met Koen Geens van op welke manier ga je daar als minister op de dag zelf met zo'n nieuws om? Wat doe je daarna? Ja. Ine van Wijmeers, de procureur, die ook hoorde op de radio van de resident gebeurt in Brussel. Ja. Ze was van dienst, dus hoe ga je dat allemaal in een crisissfeer opvangen? Iedereen weet ook nog waar hij of zij was. Zeker en vast, zeker en vast. En dat is het mooie aan het boek, dat er niet alleen de slachtoffers zijn en overleefden, maar ook mensen die het allemaal van dichtbij meegemaakt hebben. Ook de posttraumatische stress, Erik de Zwaar bijvoorbeeld, die vertelt over hoeveel mensen achteraf maar pas die stoornis hebben gekregen. Hoe ga je daarmee om voor de rest van je leven? Ja. Dus het is echt een boek waarvan je voelt, het is met hart en ziel geschreven door beide mensen.
Ze hebben natuurlijk een achtergrond. De ene een zwaar verlies met die fotograaf naast haar. Ja. De ander meegeholpen aan het grootste drama hier in België. Maar op de eerste lijn meegemaakt. Maar het ook is, een beetje, ja. En er wordt ook vooruitgeblikt naar hoe zou het nu eigenlijk zijn met de veiligheid anno 2021. Ja. Zou dit nog kunnen in België anno 2021? Ja, dat wordt ook besproken. Ja. Het wordt ook besproken en het wordt eigenlijk allemaal vanop verschillende hoeken belicht. En ik vind het een prima aanrader om mensen eens te laten inzien dat onder andere door de corona, waar mensen dan strijden met, we hebben eigenlijk weinig te doen, we hebben die regeltjes en alles. Als je dan ziet hoe mensen hun leven moeten heropnemen, ja, dan ga je relativeren en de kracht, natuurlijk, dan kan je relativeren. Ja. En dan zeg je van, eigenlijk hebben we het nog allemaal zo slecht niet. Hè. Ja. Het is uitgegeven door de uitgeverij Vrijdag. En het is een boek dat zeker en vast iedereen zal aanspreken. Bommen in Brussel, jammerlijk, met een zeer dramatische ondertoon. Maar ik denk wel een boek dat je in één ruk uitleest, ongetwijfeld. Dat heb ik gedaan. Mm. En ik denk dat die jaarlijkse, zou ik zeggen, het samenkomen van de slachtoffers het nadenken over, dat toch jaarlijks in ere mag gehouden worden om toch eens na te denken over jezelf. Oké, bommen in Brussel, zeker de moeite waard. En blijf vooral kijken, want straks hebben we natuurlijk nog een tweede boek. Dat wordt een beetje luchtiger, gaat niet over bommen of over aanslagen, maar wel over koffie.